Zo'n 200 deelnemers liepen vrijdag de laatste loodjes van de avondvierdaagse van de OLAT. Ondanks het warme weer liepen de deelnemers de laatste 5, 6, 10 of 15 kilometer uit. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Wat vind jij tot nu toe van de tocht? Is het moeilijk met het warme weer? Of, Nee. Nee? Nee. Nee, lekker. Het is wel leuk, maar een beetje benauwd. Beetje benauwd? Ja. Ja, een beetje. Oké. Okay. En het valt wel mee met de afstand? Ja. Nadat de wandelaars de laatste loodjes hadden afgelegd, mochten ze over de rode loper waar de laatste stempels werden gezet en ze een presentje en een bewijs van deelname kregen. En jongens, hoe was het? Was het zwaar? Het was zwaar voor deze avond, want het was echt keiheet. Heel warm, hoe warm was het? 32 graden. Iets in de 30 graden. Oké. Heel warm. Maar jullie, hoeveel kilometer hebben jullie gelopen? 5 kilometer gelopen. Met verschillende bandjes was er op de kiosk en bij de Gouden Leeuw een heuse afterparty. Doe maar één liedje en houden we denk maar even pauze. Volgens mij gaat het een beetje stommen dus ook. Helaas viel de afterparty een beetje letterlijk in het water, omdat, zoals Schipper al zei, door het onverwachte noodweer.